Yo mensen, Groove van DNBNL met een nieuwe video voor jullie. En vandaag, jullie zien het al, ik wist niet dat zij broers waren. Ik wist het gewoon niet. Maar voordat jullie dat gaan zien, komt er nu een sponsor. Nee. Er komt zo waar een keer geen sponsor. Ongelooflijk. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? In plaats daarvan hebben we weer een leuke nieuwe video. Ik heb voordat ik even het begin moest kijken. Want Triflo, bekend van deze fantastische video. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles en zie me lachen als laatst. Maar ik kon niet laten ontkennen dat we ze zeg maar raak vond. Ik ben ook niet van steen. Ik heb daar een keer op gereageerd in mijn video. En er gingen heel veel mensen naar die video toe. En die gingen toen liken en ook disliken. Dat is een beetje lullig. Van like gewoon, boeien. Waarom zou je gewoon mijn video dislike? Net als deze video. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. En dan win je een blik tomatensoep. Abonneer. Nee, maar even. Ze hebben dus nu een nieuwe video. Ze hebben weer een nieuwe parodie. En het is geen centen, maar spullen van Donnie en Frans Bauer. Ja, dat boeit me verder niks. Willen jullie nou even een parodie maken? Alsjeblieft, op een nummer van de bank zetten. Dat zou ik echt fantastisch vinden. De jongens van Triflo, ik weet jullie kijken. Come on, alsjeblieft. Oké, let's go. Oké. Triflo, hier spreekt Groef DNBNL. Ben je al bang voor de reëning? Succes met je zinkerwerk, later pik! Wat is dit? Hey Triflo, hier spreekt Groef DNBNL. Wat zegt hij nou? DNBNL. DNPL, oh mijn fucking god. DNPL? DNPNL! Hoe moeilijk is het? Hier spreekt Groef DNBNL. Oh, dit geeft me snoenen. Ben je al bang voor de reëning? Succes met je zinkerwerk. Ik snap hier geen reet van, want ik... We hebben geen centen, maar batters. We kunnen niet leven met bekers of kantjes. Kom, laat mij op dat maar gaan. Ik trap mijn schoenen tot ik het huis uit ga. We hebben geen centen, maar batters. Ik lever op los, ik heb 5 liter wat. Ik tel de kost, geniet van de leuke baan. Maar ik ben elke dag een visser. Dat pas is nu meer waard. Ik snap er echt geen reet van wat hij allemaal aan het zeggen is. We hebben geen centen met patas. Van die wonen met boxen of badjas. Mijn patas doet stappen. Let die mensen maar chappen. Yo, tweedehandsjes gekoop. Voor die prijs heb ik liever een pot appelstroop. Yo, ik doe. Kijk, ik moet zeggen, het is nog steeds wel vrij slecht. Maar het is wel echt een stuk beter dan Reunie. Echt een stuk beter. Wacht even, ik ben nog niet klaar. We hebben een dikke vette manta daar. Stek geld voor mij. Mijn oren bloeden. Kan ook zijn dat ik net zuipen. Tot we kruipen hebben geluid. Mensen, die hebben je al gehoord, neem ik aan. Echt carnavalshit banger. Stuur een mailtje naar roy@bankjes.nl als je ons wilt boeken voor je carnavalsfeest. Ja, we zijn te boeken nu. Mensen, zal een linkje in de beschrijving staan naar Triflo. Doe even een like op deze video. Niet dislike, dat is lullig. Like. Ik denk als deze video van hun 1000 likes haalt, dat ze dan een bankzitter parodie gaan doen. Ik ben zwaar benieuwd naar de bankzitter parodie. Hey, stuur me maar even een Insta-DM. Mag iedereen trouwens doen? Stuur me maar een Insta-DM. Maar stuur me een Insta-DM, dan stuur ik wel de. Hoe heet het? Instrumental van een nummer die je wil parodiëren. Oké, laten we maar gaan beginnen nu. Echt doei. Oké, mensen, zijn we dan weer op FIFA. Eindelijk weer lekker op FIFA. Eindelijk weer even rustig lekker op FIFA. Ik zweer het je, dit wat je hier gaat zien is echt ongekend. Ik was aan het kijken aan nieuwe Future. Trouwens, ik kreeg in mijn vorige video ook echt reacties over het coronavirus. Van Koen, je kan hier echt geen grap over maken. En ik wil daar even iets op zeggen, namelijk... Hey, ik maak een grap over wat ik wil, jawel! Hey. In ieder geval, ik was dus aan het kijken naar de Future Stars, want ik ben bezig met FIFA, jongens. FIFA is my game. En dus ik ging kijken naar de Future Stars, zag ik niemand minder dan Martinelli. Nou, ik heb nog nooit van die vent gehoord. Kan ook aan mij liggen, uiteraard. Maar ik heb hem dus gekocht voor 800k. Veel te veel geld. 3-star skills, helemaal slecht. Maar check zijn hoofd. Hij lijkt toch echt ongelooflijk op... Ah nee, niet op Petit. Ah. Hij lijkt toch ongelooflijk op... Nee, huh? Dele Alli, kijk nou even. Dit zijn letterlijk tweezelfde spelers. Dit kan toch niet? Hè? Ik vraag me ook af of ze niet een foutje hebben gemaakt. Ongelooflijk dit. Ik snap er geen red van. Er zijn helemaal geen in een red. Gabriel, Teodoro, Martinelli, Silva. Fantastisch. Ik heb eens gehoord dat hij echt huts is. Trouwens, besef even. Ik neem aan dat Matt deze grap ooit al heeft gemaakt. Maar ik wilde dus even dikke vette huts op mijn bank zetten. Maar ik wist niet meer welke speler ik voor dikke had. Voor dikkie. Nee, ik had dik, vet. Rich, zo had ik. Maar besef, deze vent heet Dickie. Rob Dickie. Hij lijkt ook wel, dat haar lijkt op Rob. Nou, dat wil ik even melden. In ieder geval, we gaan lekker spelen met de twee broers. Martinelli en Ellie. Ik ga even praten. Waar komt Martinelli vandaan? Uit Brazilië. Hola, Martinelli. Taramana. Doramana. Is Deli Ellie. Si. Paella. Si. Wat ben ik aan het doen, jongen? Dickie Vetti Huts. Oh, we komen tegen de teamnaam. Wat ik denk, je kan je team zo noemen. Ik weet niet wat dat betekent. Maar ik ga het niet opnoemen voordat ik weer overal gememd word. Oké, in ieder geval. Martinelli klinkt nog veel meer als iemand die, zeg maar, dit maakt. Tomatensoep. Waarom doe ik alsof tomatensoep iets Italiaans is? Is dat Italiaans? Ik heb geen flauw idee. Dus ik heb trouwens even mijn aangepaste tactiek ingesteld. Nou ja, dat ben ik. Zo ben ik gewoon. Ik heb even besloten dat ik Ellie op links buiten zet en Martinelli even op 10. Want daar is hij al. Hoppakee. Zo ertussen. Hoppakeetje. Niks mis mee. Jawel. Hop, ertussen. Nee. Dan laten we gewoon lekker doorlopen. Sliding. Oh, ik zit ernaast.
Oh, even aan, lekker. Niet eens een penalty weggegeven. Wat wereld gedaan, jongen. Trots op jou. Oh, nee. Oh, nee. Ah, man. Even kopje erbij. Ik ga dit niet verliezen, jongen. Ik verlies echt te veel. Ik zit bijna in divisie 6, volgens mij, op deze pot. Divisie 6, mensen. Oh, Martinelli. Oh. Wat gebeurt hier nou? Oh. Oh, het is overtreding. Aha, dat verklaart een hoop. Ja, ja, daar komt hij. Ik heb nog nooit een vrije trap gescoord. Groen. Hé? Huh? Ik time hem groen. Waar gaat die bal heen, broer? Ik begrijp echt helemaal niks van vrije trappen, jongen. Wat is dit nou? Ja, maar dit slaat echt nergens op. Mijn verdediger doet gewoon niks. Waar slaat dit op? Hè? Huh? Hoe kan dit? Ik begrijp echt geen reden van dit spel, jongen. Ik zweer het je. Dit is echt... Ik kan het gewoon niet, maar ik snap het ook niet. Als in, wat gebeurt daar nou? Ah. Het is gewoon boef, man. Martinelli. Boom! Oh, tegen het hoofd. Tegen zijn hoofd. Zijn hoofd. Petit. Hey, lekker. Lekker, lekker, lekker. 2-1. Goed, dit is lekker. Dit is goed. Come on. Come on, mensen. Wat een wereldgoal. Goed gedaan, zeg. Oh, hij schiet niet eens. De bal komt gewoon tegen zijn voet aan. Maar ja, meer is ook niet nodig, hè. Hij hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. Deed hij ook niet. De bal hoeft alleen maar tegen hem aan te lopen. Dat deed hij wel. Nee. Oh, geen pingel. Oké, dit was... Zeg maar, kijk, ik ben het oneens met de pingels. Maar met deze pingel was ik zeker niet... Ja, buiten het feit dat ik hem natuurlijk nooit wilde tackelen. Omdat ik gewoon de tackle wilde maken. En toen ineens besloot die vent over de bal heen te springen. Maar dit was toch echt wel een pingel geweest. Die Martinelli is echt tantoe slecht. Die drie zijn skills, jongen. Daar kan je helemaal niks mee. Buitenspel. Heeft die stoikkop nou een hattrick gemaakt? Dit kan toch niet, jongen? Ik denk echt dat ik een e-sporter moet gaan vragen om mij hulp te geven FIFA. Dit kan natuurlijk echt niet. Mensen, ik ga denk ik bij mijn volgende Weekend League... Ik ga het nu opschrijven ook. Ik ga een e-sports coach inhuren. Een e-sport coach. En dan kijken of die wel wat van mijn FIFA-kwaliteiten kan maken. Dit kan echt niet meer. Martinelli! Oh! Wat slecht! Martinelli, boom! Lekker, lekker. Eindelijk een goaltje met Martinelli. Wat goed zeg. Wat een speler, mensen. Kopen. Nee, hij is 800k. Hij is duurder dan Neymar. Beseffen we dat even? Het broertje van Dele Alli is duurder dan Neymar. Dat kan toch niet? Zijn er nog andere spelers, mensen, die geen broertjes zijn? Of geen familie, maar die wel echt ziek erg op elkaar lijken? Ken je er nou één? Laat het even achter in de comments. Ik ben benieuwd. Dit is goed gedaan. Martinelli. Dit is echt goed, dit is echt lekker. Nou, moet ik zeggen, wat hij ook deed was niet heel goed. Als hij constant overal langs slijt. Maar jongen, echt, e-sport coach, heb ik dat nodig? Nee, natuurlijk niet! Natuurlijk niet! Natuurlijk niet! Natuurlijk wel! Kijk nou, hoppakee, weg is hij. Lekker, Martinelli. Nee, ja, lekker. Boom! Lekker, lekker! Ik scoor gewoon, ik ga gewoon winnen! Ah, ik ga niet in de divisie 6, dat vind ik dan wel iets minder. Ho! Leuk. Echt leuk. Leuk gedaan, Koen. Leuk. Goed meegespeeld. Lachen. And every day I miss you more and more and more. Diepe bal. Diepe bal. Dele Alli. Oh, Dele Moker Alli. Oh, we hebben gewonnen. Yes! Ik bedoel, ha, weer een makkelijke overwinning. Easy win, jongen. 3-8, 4-3 gewonnen, jongen. That's how we roll. Dit is ook weer goed, jongen. Dit is goed. Ei op toast. Die moet ik hebben. Is er ook een logo van? Oh, het ei op toast logo. Level 12. Nou, dat moet aan mij lukken. Oh, wat een... Team! Wat een team! Hij heeft zeg maar allemaal Team of the Year nominees. Zodat hij lijkt alsof hij Team of the Year heeft ofzo. Ik weet niet waarom hij het anders zou hebben. Want die dingen zijn één rating beter. En een stuk duurder. Dus ja, zinloos. I wanna know. Oh, Martinelli, wat een actie. Oh, bal kwijt. Jongens, we gaan binnenkort toch ook wel bang zijn kanaal weer leuke video's aan komen. Ja, mijn kanaal trouwens ook. Ik ga binnenkort echt een leuke video opnemen. Deze is ook heel leuk natuurlijk. Heel leuk. Ontzettend leuk. Oh, Dembele, what a player. Oh, Dembele, no! Stop it! Ellie, boom! Natuurlijk! Geen enkel probleem. Oh, ik ben een e-sporter. Ja. Helemaal niks mis mee, wat lekker zeg. Oh, Martinelli, sprint! Martinelli! Oh, 2-0! Natuurlijk! Oh mijn god, wat ben ik goed zeg. Het is niet normaal. Kijk jongens, ik zweer het je dan. Ja, dan zit je er helemaal in en dan weet je gewoon van, dit is mijn jaar. Echt jongen, volgende Weekend League, top 100. Schrijf maar alvast op, ik weet het zeker. Oh! Oh! Ik scoor gewoon met een vrije trap! Een Martinelli! Oh, het scheelt echt niks jongen. Wat een vrije trap, wereld zeg. Hier baal ik echt van. Oh! Boom! Jawel, 3-0, hoppakeetje. Niks mis mee. Fantastisch doelpunt zeg. Echt een fantastisch doelpunt. Punt. Oh, 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 echt goed. Als Boef moet huilen, zal hij ook zo huilen. Ah, gewoon Boef, man. Gewoon huilende Boef, man. Ah, gewoon Boef, man. Nee! Ah, staat er 3-2. Ik zit hier over huilende Boef te praten, ondertussen krijg ik gewoon 2 goals tegen. Ja, hartstikke leuk en aardig allemaal, maar nee. Nee. Nee.
Mijn camera valt uit, waar staat dat nou weer op? Dat is wel beter eigenlijk, dat hebben jullie niet gezien, dat ik moest huilen. Valt er straks weer uit. Dit meen je niet. Oké, snel spelen. Ik denk dat ik niet lang heb. Ik denk dat ik niet lang heb dat hij weer uitvalt. Mensen, geniet van mijn hoofd. Doe een duimpje omhoog voor mijn hoofd, want straks is het weer zwart. Wat een ongelofelijke spanning en sensatie. Ik hou het niet meer. Ik sta gewoon gelijk. Ik krijg de bal. En wat doet die Ellie ook weer? Die is ook slecht, hè? Die is ook, maar ook in het echt, hè? Ja. En dan zijn er hier twee Spurs die zeggen: nee, Ellie is echt goed. Echt meer gaan talent. Nee, die kan er echt geen reet van. Overhype. Weet je ook echt overhype is? Ik kan er geen reet van. Nee, daar ga ik, mensen. Oh! Oké, ik ga de rest van het potje ga ik achteraf commentaten, mensen. Komt goed. Oké, hier het achteraf commentaar op de wedstrijd. Dembele scoorde. Martinelli scoorde. Dat was het eigenlijk. Ja, dat was het eigenlijk wel. We wonnen. Bedankt voor het kijken in deze video. De camera doet het weer. En ik wil jullie bedanken. Ik zie jullie bij de volgende video. Oh, staat wel in de divisie 6 trouwens. Zie ik nu al wat slecht. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zal even hier al niet de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Doei! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kom BTC, niet voor later een verdubbeling. De mop van vandaag. Hoeveel baby's heb je nodig om een muur te verven? Het ligt eraan hoe hard je gooit. Dat kan echt niet. Sorry, maar het moest. Mensen, stuur eens weer die mop in. Koen op Instagram, KWN. En ik heb nieuwe mop nodig, dankjewel, doei!